Hey YouTube, hier zijn we weer met een nieuwe review. We gaan de tweede review doen van Meantime. En het gaat om deze. Een Session IPA. De Table IPA heet die. En het staat Sessionable Table Beer Low in ABV, but full flavor. Dus ik ben benieuwd. We hebben de laatste tijd natuurlijk heel veel session IPA's gezien. Echt een trend dit jaar. Heel veel grote brouwers hebben daar ook aan meegedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Grolsch. Meantime doet daar dus, heeft daar ook een draai aangegeven. Dus we gaan even kijken wat dit biertje doet. Uiteraard weer in het welbekende Meantime glas. We gaan hem even openmaken. Klein sisje. Licht kleurtje, mooie schuimkraag. Ja, ruikt al een beetje. Het ruikt niet heel waterig, wat ik doorgaans wel vind bij een session IPA met toch niet echt heel vol van smaak is. Wat lekker. Wat wel lekker makkelijk wegdrinkt. Maar ruikt goed. Een beetje citrus. Een beetje grassig. We gaan het even proeven. Kijken wat hij doet. Er zit echt een heel mooi bittertje in voor een session IPA. Is vrij veel koolzuur bij de. Dat is het eerste wat je proeft als je een. Als je een slok neemt. Dat verbloemt een beetje de. Ja, toch de smaak. Wel een mooi hopje erin. Lekker bittertje. Maar echt. Een beetje. Grassig. Citrus proef je wel, maar de koolzuur die verbloemt het wel heel erg, dus niet zoals ze leuk op het flesje zeggen, full of flavor. Het bier is trouwens 3,5%, dus dat is vrij weinig. Ik vind hem niet heel erg slecht. Maar om nou te zeggen dat hij echt super geslaagd is. Nee. Nadeel van session IPA's vind ik altijd dat ze qua smaak het niet allemaal even goed halen. Er zijn wel een paar session IPA's die
die echt wel goed te doen zijn en echt lekker van smaak zijn, maar daar schaar ik deze toch niet onder. Moeten we deze een cijfer geven? Geven we deze een 3,25 van de 5. Nog niet super slecht, maar ja, ook niet heel erg geweldig. Ik ga deze nog even lekker verder drinken. Je kunt onderaan de video kun je linkjes vinden van de social media waar ik op te vinden ben. Facebook, Untappd, Instagram. Linkje naar de site 50 Shades of Men waar ik blogjes voor schrijf. Daar komt deze ook. Als we alle Meantime biertjes geproefd hebben, komt daar een mooi blogje van op te staan. En we hebben nog twee biertjes van Meantime om te reviewen. Dus ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer.